Hoi, ik ben Milou. Zita. Isa. En wij gaan het over vloggen houden. Wat is vloggen eigenlijk? Vloggen is het filmen van jezelf in het dagelijks leven. Wekelijks of maandelijks leven. Weet u wat vloggen is? Vloggen? Ja, vloggen. Nee, nooit gehoord. Nee, geen idee, het spijt me. Nee, ik ook niet. Gis? Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Gis? Niet precies. Gis? Nee. Dat is toch stukken van je lijf. Van je leven opnemen. Ja. Dat is toch filmpjes maken over je leven of zo? Ja, dat is als mensen zichzelf dagelijks of wekelijks of maandelijks filmen en dat dan op internet zetten. Ik geloof dat is dat mensen hun leven vastleggen op camera. Ik denk dat mijn leven eigenlijk niet boeiend genoeg is voor anderen om te bekijken. Nee. Wil je doen? Nee. Waarom niet? Ik wil ook privé dingen kunnen doen. Normaal gesproken niet, nee. Ik nooit, denk ik. En waarom niet? Omdat ik dingen die ik zelf doe, wil ik voor mezelf houden. Of voor mijn directe vrienden, niet voor de rest van de wereld. Ja, dat is hetzelfde heb ik ook. Ja. Goed, daarom vind ik het vrij nutteloos. Onze conclusie is dat de oudere mensen niet precies weten wat vloggen is. En dat ze het zelf ook liever niet willen doen. Jongeren weten wel wat vloggen is, maar de meesten willen het niet zelf doen.